is 9:30. We gaan starten met de raadscommissie. Mensen op de tribune welkom. Mensen die thuis inmiddels zijn ingeschakeld ook welkom. En natuurlijk ook de commissieleden van harte welkom en de wethouder. Er hebben zich twee insprekers gemeld. Ik kijk nog even rond of er nog iemand de behoefte heeft om ook in te spreken. Dat is niet zo en dat betekent dus dat de agenda wordt gewijzigd en dat het voorontwerp bestemmingsplan wonen om een partiële herziening Hessenweg West 1 om een als eerste wordt behandeld. En dan vraag ik meneer Becker namens de familie Schuurhuis om hiervoor het woord te voeren. En u hebt 5 minuten meer, Becker. Hij doet het. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik zou graag mijn woord willen richten aan de commissieleden namens de familie Schuurhuis, de initiatiefnemer van deze ontwikkeling. En ik zou met name graag willen reageren op een bijdrage van een aantal omwonenden, althans bewoners van de wijk De Dante, die eerder ook een stuk hebben ingediend richting uw commissie. Ja, op de eerste plaats, de geadresseerden die zeggen aanwonenden Erfgoed Slotman. Als je kijkt naar de situatie en in oogschouw neemt dat de directe bewoners, omwonenden van deze locatie, en dat zijn de bewoners van de Hessenweg West en van de Balkenweg, er zijn de mensen die direct betrokken zijn bij deze ontwikkeling, dat die geen bezwaar meer hebben tegen het plan nadat het is aangepast. En dus feitelijk niet kunt spreken van aanwonenden. Er zijn bewoners van de wijk De Dante die op 150 meter afstand zitten. Ja, als je dan kijkt naar de grieven van de bewoners van de wijk van De Dante, dan richten die zich op de aantasting van het uitzicht en de privacy, de nieuw te bouwen schuur, een veld zonder panelen, de paardenbak, kleinschalige bedrijvigheid en de communicatie die heeft plaatsgevonden. Ja, voor wat betreft die voorzieningen op dat erf, zal ik willen benadrukken dat het plan voorziet in een groensingel tussen de wijk De Dante en het erf. En die groensingel die heeft natuurlijk tijd nodig om even te groeien, maar op dat moment zijn feitelijk alle voorzieningen aan het oog onttrokken. Nog los even van het feit dat het feitelijk hele normale zaken zijn die op dat erf worden ontwikkeld. Ja, de grieven die richten zich ook tegen die schuur. Als je kijkt naar de schuur en de maximale bouwhoogte, dan praten we over 7,5 meter. Een woning, een doorgaans eengezinswoning, heeft al een hoogte van 9 meter. Kijk het ook nog eens een keer naar die afstand van 150 meter tot aan die wijk. Dan is er eigenlijk van een verstoring van een beeld, kan eigenlijk in het totaal geen sprake zijn. Ten meer ook, zoals ik al zei, dat die groenstrook er tussen komt. Kijk, die zonnepanelen ook. Het is heel nadrukkelijk in het bestemmingsplan vastgelegd dat die zonnepanelen niet hoger mogen worden dan 1,5 meter. Dat is ook niet de bedoeling. Sterker nog, in de aanleg zullen zij eronder blijven. Het plan voorziet ook in een beukenhaag eromheen. Dus het heeft ook absoluut geen storend effect. Ja, datzelfde geldt ook voor die paardenbak. Er wordt gesproken over die lichtmasten van 6 meter. Het is maar even de vraag of die lichtmasten A ook worden aangebracht en B ook of ze tot 6 meter hoog gaan. De regeling zoals die in het bestemmingsplan is opgenomen is een standaardregeling zoals de gemeente Ommen die kent. Dus we streven, en ook de gemeente die streeft ernaar, om bestemmingsplannen eigenlijk zo uniform mogelijk te hebben, zodat je standaardregelingen hebt voor standaard bouwwerk. Ja, er wordt iets genoemd over die kleinschalige bedrijvigheid. Ja, waar we het hier over hebben. Het eerste plan voorzag in een kleinschalig autobedrijf. Het plan wat nu voor ligt gaat feitelijk alleen om wonen. En wonen met een beroep aan huis. Dat is ook een standaardregeling die bestaat. En ja, een beroep aan huis kun je eigenlijk in iedere woning kun je dat ontwikkelen. Zo ook in, zeg maar, op dit perceel. Er zit een soort ontheffing nog in het bestemmingsplan voor kleinschalige bedrijvigheid. Maar er is ook nadrukkelijk bepaald dat die kleinschaligheid eigenlijk in die lijn moet liggen van de beroepen aan huis. Dus wat dat betreft hoef je daar ook totaal geen hinder of uitstraling van te verwachten. Ja, er wordt nog iets gezegd over de communicatie van de gemeente, maar dat ligt niet op het pad van de familie Schuurhuis, maar de wijze van communiceren van de familie Schuurhuis. Nou, die zijn begonnen
met een informatiebijeenkomst, hè, waarin in een ruime kring mensen zijn uitgenodigd, waarin ze informatie hebben gegeven over hun plan. En op een moment hebben zij met name de communicatie gericht op de direct belanghebbenden, hè, de bewoners direct in hun nabije omgeving. En ik denk dat er op zich ook niks mis mee is, wederom weer kijkend naar die afstand van 150 meter, weer kijkend naar die groenstrook die er tussen komt. Ja, hoe ver ga je, hè, met je communicatie? Maar ze zijn goed begonnen, ze hebben die hoorzitting, hebben zij, of die bijeenkomst die hebben ze gehouden. En er zijn ook mensen uit een brede kring zijn daar, hebben daar gebruik van gemaakt. Daar zou ik het in bij willen laten, meneer de voorzitter. Zijn er commissieleden die een vraag hebben voor de heer De Jonge? Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik heb één vraag en die gaat over dat beroep aan huis. Want we zullen het maar gelijk klip en klaar hebben van... Want die grote kapschuur die komt er te staan. Hoe gaat dat beroep aan huis eruit zien? Het is een mogelijkheid. Hè, dat hebben wij ook gezien, maar ik ben wel nieuwsgierig van welke beroep daar uitgeoefend gaat worden. Zoals u weet onderneemt de heer Schuurhuis, die heeft een garagebedrijf. Het oorspronkelijke plan voorzag erin om dat kleinschalige garagebedrijf te verplaatsen naar deze locatie. Nou, dat is uit het plan vertrokken, is uit het plan weggenomen. En de familie Schuurhuis heeft verder geen plannen om op deze locatie bedrijfsmatige activiteiten te ontwikkelen. En maar nogmaals, in het bestemmingsplan zit hij erin, ook omdat binnen de bestemming wonen, beroep aan huis gewoon een standaardregeling is. De heer Remmers. Dank u wel, voorzitter. Ja, dan nog even op doorvragen, want dat is natuurlijk toch een beetje de grote trigger natuurlijk. Van halen we hier via de achterdeur toch iets naar binnen wat we aan de voorkant er net uitgeschoven hebben. Laten we daar ook maar heel eerlijk over zijn. En dan even, zit er dus een relatie, is dan de vraag, tussen dat beroep aan huis en die schuur van 300 vierkante meter. Want anders, ja, waar wordt die dan voor gebruikt? Want die zal niet leeg blijven, ga ik vanuit. Want daar bouw je hem niet voor. Kijk, als je kijkt naar, nee, maar daar bouw je niet voor, maar waar het ook om gaat... is de bebouwing die op dit moment aanwezig is. Het is oude bebouwing, maar als je kijkt naar die oppervlakte... en familie Schuurhuis heeft zwaar geïnvesteerd in deze locatie... gaat ook zwaar investeren qua bouwkosten... en willen graag die oppervlakte die nu aanwezig is, willen ze weer terugbouwen. Weliswaar niet voor bedrijfsmatige activiteiten... maar je kunt daar van alles bij bedenken, ook binnen de bestemming wonen. Maar een concrete invulling hebben ze daar op dit moment nog niet voor. Mijn fantasie gaat niet zo ver. Misschien kunt u me een handje helpen. Een schuur van 300 vierkante meter en we hebben nog geen bestemming, maar we zetten hem toch alvast maar neer. Maar dan denk ik van als het al, hè, vorige keer ging het er al over van hoe noodzakelijk is het om het autobedrijf over te zetten. Nou, dat bleek dan financieel niet noodzakelijk. Dan denk ik van nou, dan ga je in de kostensfeer kijken van wat kan ik dan misschien verminderen. En dan ga je geen schuur van 300 vierkante meter neerzetten die ook de kosten met zich meebrengen die vervolgens niks op gaan brengen. Ja, maar waar het om gaat, en daar moet geen misverstand over zijn, dat de familie Schuurhuis een hele flinke veer heeft gelaten door het autobedrijf niet mee te nemen daar. Want eigenlijk was het hele plan daarop gebaseerd. Ja, ze hebben goed het oor te luisteren gelegd naar deze commissie. Ze hebben gekeken naar hoe kunnen wij draagvlak voor dit plan krijgen. En hebben eieren voor hun geld gekozen. En er heel nadrukkelijk voor gekozen om het autobedrijf, en er moet geen misverstand over bestaan, het autobedrijf niet mee te nemen. Ja, als u kijkt naar het bestemmingsplan en het voorstel van BMW wat voor ligt, ja, dan ziet u ook heel nadrukkelijk dat er geen mogelijkheden zijn voor bedrijfsmatige activiteiten daar, anders dan beroep aan huis. En dat zijn activiteiten die je ook gewoon in de wijk te danten en die je overal zou kunnen exploiteren. Kijk, en dat het gaat om een schuur van 300 meter bij een woning is niet excessief. Er zijn meer mensen die dat hebben, die daar op een goede manier een invulling aan kunnen geven binnen de bestemming wonen, binnen hun hobby. En dat is ook wat de familie Schuurhuis van plan is. Eén keer, voorzitter, als mag. De vorige keer is er ook gesproken over het eventueel te werkstellen van arbeidsgehandicapten of uit die doelgroep. Nou, toen hebben we even zitten fantaseren van, goh, gaat het dan, hè? Wat zouden ze kunnen doen, auto poetsen of weet ik wat. Ik kan straks ook aan de wethouder vragen uiteraard, maar waar ligt die grens van dat beroep aan huis? Wat kan daar dan wel en wat kan daar dan niet? Ja, kunnen die auto's straks wel die kant op gebracht worden, dat ze daar keurig opgepoetst worden en vervolgens gaan ze weer terug naar de Rotbrink en daar worden ze dan verkocht, want dan is de officiële detailhandel zit dan op de Rotbrink. Ja, dus nogmaals, we proberen te voorkomen en anders moeten we het misschien op een of andere manier zien uit te sluiten, dat er toch dusdanige activiteiten zijn die we juist vorige keer hebben
Ja, het is natuurlijk meer dan alleen de verkoop die allerlei bewegingen en allerlei zaken met zich meebrengen die we geprobeerd hebben uit te sluiten. En dat is even waar ik probeer zo scherp mogelijk op te zijn. Meneer Remmers, volgens mij is de vraag nu twee keer beantwoord. En voor de derde keer stellen krijg ik denk ik toch hetzelfde antwoord. Dus ik verzoek u om toch maar te stoppen met de vraagstelling. De wethouder. Voorzitter, als ik even mag, als u de stukken leest. Een beroep aan huis, categorie 1, zit in bijna elk bestemmingsplan, is gemaximeerd op maximaal 45 vierkante meter. Het is een x-percentage, toch met een maximum van 45 vierkante meter. Dat mag, categorie 1. Dat betekent dus dat een autobedrijf ten alle tijde is uitgesloten, staat in de stukken. De heer De Vries Robles. Ja, hij doet het. Wij hebben net volgens mij terecht gehoord dat als de categorie wonen geldt voor het bouwblok wat er nu vastgesteld wordt, dat binnen die categorie wonen er inderdaad een aan huis gebonden beroep toegestaan is. Wat is dan de reden dat er expliciet nog een specifieke bepaling voor kleinschalige bedrijvigheid opgenomen wordt? Dit lijkt me een vraag die u straks aan de wethouder moet stellen, niet aan meneer Becker. Ik mag veronderstellen dat dat op verzoek van de aanvrager is, van de indiener is. Anders kan ik me niet voorstellen dat het erin komt. Het voorstel wat voor ligt is van het college. Dus ik verzoek u om de vraag straks te stellen aan de wethouder. Verder nog vragen voor meneer Becker? Geen vragen meer, dan mag u uw plaats innemen. En dan verzoek ik mevrouw Ter Beek naar voren te komen. Namens omwonenden Hessenweg West 1. Ja, oké. Meneer de voorzitter, commissie, college. Laat ik beginnen te zeggen dat ik hier sta namens de direct aanwonenden van Erve Slotman, waarvan u in oktober en afgelopen vrijdag brieven heeft ontvangen. We spreken ditmaal in uit maar één mond ter besparing van tijd en geld. Ik zal u schetsen hoe wij als buurtbewoners aankijken tegen het voorstel dat nu voorligt. Gezien de minimale wijzigingen in het stuk ten opzichte van 31 maart... blijven onze argumenten in feite dezelfde. Dus u kent ze eigenlijk al. Maar mocht u het niet meer weten, dan kunt u onze brieven lezen of onze band of de band terugkijken van 31 maart. Zonder overleg met de buurt is er een zogenaamd nieuw plan ingediend dat nu aan uw commissie voorligt. Andermaal zijn wij niet betrokken hierin en dat is tegen uw eigen regels. Hoe nieuw dit plan nu ook is, is ons ook niet duidelijk. Er is namelijk weinig anders. En zelfs dezelfde fouten staan er nog steeds in. Zo spreekt men nog steeds over de zichtlijn vanaf de Ommerweg. Nou, dan ben je knappe, dan heb je laserogen, want de Ommerweg ligt in Damsholte. Zeker 6 kilometer verderop dus. Volgens mij kunnen we zo'n plan niet serieus nemen. Op 31 maart werd het vorige voorstel door de wethouder teruggenomen, omdat er toch geen financiële reden bleek om er een bedrijf te moeten vestigen. En dat was de basis van het principeakkoord en van de bestemmingsplanwijziging. Naar onze mening is daarmee het principeakkoord van tafel en is er dus ook geen basis voor een voorstel tot wijziging. Daarnaast waren er en zijn er nu weer ook andere redenen om het voorstel terug te nemen. Zo kijken wij bijvoorbeeld naar het GOP, zoals dat geld in Ommen. En wat beschreven is ook op de site. Er zijn 6 voorwaarden waaraan voldaan moet worden om een bestemmingsplanwijziging voor te stellen. En wat schetst onze verbazing? 5 van de 6 voorwaarden wordt niet aan voldaan. 5 van de 6. Naast de basis van het weggevallen principeakkoord. En dat is toch ook. En toch is het ingediend. Dat kan toch niet? Dat is voorbijgaan wat ons betreft aan je eigen regels. Op de site staat, ik citeer, het brengt voor deze partij een aantal basale spelregels mee waaraan ze zich moeten houden. 1. Het tijdig informeren van belanghebbenden over voorgenomen initiatieven. Het verkrijgen van draagvlak, acceptatie voor het initiatief van bij belanghebbende partijen. Het aantoonbaar op duurzame wijze realiseren van het voorgenomen initiatief. Het vanuit het initiatief bijdragen aan het versterken van de omgevingskwaliteit. Het vanuit het initiatief bijdragen aan de leefbaarheid van wijk of buurt. Het adequaat compenseren van eventuele negatieve effecten op de omgevingskwaliteit, leefbaarheid of duurzaamheid. Einde citaat. Nogmaals, een 5 van de 6 wordt volgens ons niet voldaan. Ten eerste is de buurt niet vooraf geïnformeerd over deze plannen. Slechts 1 aanwonende wist dat er op termijn weer iets zou gaan gebeuren, niet meer. Ten tweede is er geen draagvlak, immers is de buurt nog steeds tegen. Ten derde is discutabel of het versterking of verarming is van de karakteristieke omgeving.
Ten vierde wordt de leefbaarheid er in de buurt niets beter op, eerder minder. Ten vijfde worden negatieve effecten niet gecompenseerd en denk vooral ook aan financiën. Maar waarom zijn wij tegen? Ten eerste zijn wij bang, nog steeds, voor ons uitzicht en onze privacy. Ten tweede snappen wij niet dat het belang van de buurt minder waard is dan die van de één familie. Laat ons maar tegen de achterkant van een schuur, zonnepanelen en een met 6 meter hoge lichtbakken verlichte stuivende paardenbak aankijken. Zij willen het niet, nou wij ook niet. Ten derde snappen wij niet dat er niet gewoon volgens de regels kan worden gebouwd op het best ruime bouwblok. In plaats van in een karakteristiek weiland, want daar gaat het om. En waarom niet bouwen aan de noordzijde? Ten vierde zijn we nog steeds bang voor de precedentwerking. Immers is er een deel van het weiland nog steeds van de projectontwikkelaar. En die wilde er bouwen. En als de bestemming van het deel van het weiland verandert voor de een, dan kun je het voor de ander toch moeilijk verbieden. En als aan een beetje planschadevergoeding hebben wij als buurtgenoten helemaal niks. We zijn alsnog ons mooie plekje kwijt. En ten vijfde, die kleinschalige bedrijvigheid blijft in het voorstel staan. En mag de schuur 300 vierkante meter worden. Dat maakt de verplaatsing van het autobedrijf nog steeds mogelijk. Immers wordt hierover niets gegarandeerd in het voorstel. En volgens het vorige voorstel was 25 auto's kleinschalig. En wij vrezen daarmee alsnog voor opstal of autohandel. Kortom, wij voelen ons benadeeld. De regels worden aan alle kanten wat ons betreft verbroken of verbogen. En de besluiten van de kroon worden onder tafel geveegd. Wij gunnen iedereen een fijn huis en thuis. En zeker ook deze familie. Maar we gunnen het onszelf net zo. Dus wij denken dat de oplossing ligt in het bouwen op het huidige ruime bouwblok. Of anders desnoods aan de noordzijde. Dan heeft geen enkele buur er last van. We vragen u daarom nogmaals om dit voorstel terug te trekken. Er wordt anders weer zoveel tijd en geld verkwanseld aan u en onze uren. Uren van ambtenaren, uren van advocaten. We willen samen praten om een plan te krijgen waar we allemaal warm voor lopen. Dan kan de bouw ook nog eens snel van start gaan. In plaats van dat we weer jaren spenderen aan zienswijzes en dat soort ellende. Terwijl er in die tijd dus ook nog eens alleen maar onvrede en onrust komt. De familie en de gemeente weten nu in ieder geval wat wij niet willen. Praat nou gewoon met ons, dan komen we er echt wel uit. Vragen voor mevrouw Terbeek? Geen vragen. Dan mag u plaatsnemen. En dan gaan we over tot overleg met het college. Wie wenst het woord? De heer Dunnewind. Hij doet het. Dank u wel, voorzitter. Volgens mij is het overleg met het college, dus ik mag gewoon van wal steken. Ik hoef geen moeilijke vragen te stellen. Voorzitter, tijdens de raadscommissie van 31 maart 2016 in het vorige plan door de wethouder teruggenomen om met een nieuw voorstel te komen. Dit aangepaste voorstel ligt nu voor. Voorzitter, voor ons ligt een gevoelig dossier. Gevoelig gezien de ontvangen reacties van omwonenden en een familie Schuurhuis. De omwonenden geven aan dat een eventuele verandering van het bestemmingsplan voor hen nadelige gevolgen heeft. De zorg is dat hierdoor schade zal ontstaan aan de leefbaarheid, het woongenot, de verkoopbaarheid van hun woningen. Ook is er onder andere onbegrip over het plaatsen van zonnepanelen en het aanleggen van een paardenbak en maken zij zich zorgen over het toestaan van kleine bedrijfsactiviteiten. Daarnaast wordt aangegeven dat er geen draagvlak is onder de omwonenden. We hebben net meneer Becker gehoord in de familie Schuurhuis, weerlegt de genoemde punten. Voorzitter, het CDA is blij met mensen die initiatief durven en willen nemen en beseft dat in de maatschappij waar mensen samenwonen er altijd enige vorm van hinder zal zijn. Het CDA heeft kennis genomen van de zorgen van de omwonenden en de reactie van de heer Schuurhuis hierop, middels de heer Becker. Het CDA is van mening dat het voorstel dat nu voor ligt een aanwinst is voor de entree van Ommen en dat dit plan invulling geeft aan een goede ruimtelijke ordening. Het CDA stelt dan ook voor om te starten met de vaststellingsprocedure en daartoe het voorontwerp ter inzage te leggen. Dank u wel. De heer De Vries, Robles. Voorzitter, dank u wel. Ik heb net volgens mij een vraag gesteld, die wil ik graag nog beantwoord krijgen als dat mogelijk is. Dat hoeft niet nu direct. Ik heb eigenlijk
een betoog wat op 4 punten ingaat. Ten eerste het proces, ten tweede de inhoud van het voorstel, ten derde de kwaliteit en ten vierde het vervolg. Ik denk dat we als raad wel kunnen constateren dat gezien de commotie, en het, laten we zeggen, het is terecht natuurlijk dat er een voorstel tot bebouwing ingediend wordt. Laat dat zonneklaar zijn. Het is ook terecht dat we blij mogen zijn dat daar iets gebeurt. Maar de manier waarop er nu eigenlijk een soort van padstelling ontstaat, omdat omwonenden het er niet mee eens zijn en de familie graag iets wil realiseren, ja, dat vind ik een ongelooflijk onbevredigend proces. De bedoeling van ons GAP is immers dat we in samenspraak tot een voorstel komen. Nou, dat wordt in ieder geval niet gerealiseerd. Als we kijken naar de inhoud van het voorstel, dan moeten we constateren dat het nauwelijks gewijzigd is op inhoud. En dat ook in ieder geval bij het vorige voorstel er een aantal interne tegenstrijdigheden in de tekst van het voorstel zaten. Laat ik een voorbeeld daarvan noemen. Die vraag heb ik overigens in eerdere instantie gesteld, maar eigenlijk nauwelijks beantwoord gekregen. Dan hebben we het over de term karakteristiek. Ik wijs erop dat in de regels, dus die bijgevoegd zijn, de regels van het bestemmingsplan, in 4.2 op bladzijde 11 heel duidelijk benoemd wordt wat hier als karakteristiek beschreven wordt. Namelijk de vorm van de huidige bebouwing. De huidige bebouwing, dus inclusief aanbouwen en inclusief schuur. Vervolgens krijgen wij een voorstel voorgelegd waarin die term karakteristiek weer gebruikt wordt, maar niet voor de huidige vormgeving van de bouw. Wat bedoelen we nou eigenlijk met die term karakteristiek vervolgens? Ik begrijp het dan niet meer, maar misschien kunt u het me uitleggen. Tweede punt, dan hebben we het over, laten we zeggen, ook nog even procesvoering. In de vorige inspreekronde heb ik de indiener, of in ieder geval degene die het project wil realiseren, de vraag gesteld: hebben jullie overwogen om aan de andere kant te bouwen? Het antwoord daarop was volmondig ja, dat was ons eerste voorstel. Het zal zonneklaar zijn dat de buurt zo'n voorstel absoluut prefereert. Wat is nou de reden dat dat voorstel er niet gekomen is? Omdat het oversticht aangeeft dat een erfbebouwing eruit moet zien zoals die er nu uit moet zien, en dat er niet aan de wegkant gebouwd kan worden. Ik wil erop wijzen dat aan die kant van oudsher een schaapskooi gestaan heeft. Dus er was wel degelijk een bebouwing aan die kant. Wat is nou de reden dat een wens van bewoners, een eerste wens van de indiener van het voorstel, niet gehonoreerd kan worden? Nou, dan zou ik maar zeggen, de wijzigingen die wij nu in het bestemmingsplan willen aanbrengen, dat gaat eigenlijk over 4 aspecten. Het gaat over dat we een agrarische bestemming om willen zetten in een woonfunctie. Het gaat erom dat we het bouwblok willen vergroten in een bepaalde richting. Het gaat erom dat we zonnepanelen willen toestaan die eigenlijk volgens het bestemmingsplan daar niet toegestaan zijn. En het gaat erom feitelijk dat, ja, dat er een kroonbesluit ligt wat gaat over een bepaalde visie op hoe die omgeving er moet uitzien en dat wij daar een andere ontwikkeling gaan toestaan. Ik vraag me echt in gemoede af of je op die manier met een bestemmingsplan om moet gaan. Maar misschien kunt u daar helderheid over geven. Mijn advies zou zijn, want het is waarschijnlijk zonneklaar dat we op een langdurig traject van juridische procedures aansturen. Mijn advies zou zijn, neemt u het nog eens terug. Gaat u op de aspecten waarop compromissen mogelijk zijn nog eens in gesprek met elkaar. En realiseer dan een plan wat ook acceptabel is. Voor iedereen. Mevrouw Schunselaar. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een paar vragen, maar die zijn al eerder gesteld. Dus een paar zijn eerder gesteld, dus daar krijg ik straks een antwoord op. Wat ik wel graag van de wethouder zou willen weten, nog eventjes weer terug over het overleg met de omwonenden en hoe dat is geweest. Dat is één. Schuur hebben, die kerk antwoord. Waarom 120 panelen op het zonneveld, zonnepanelenveld? Bouw aan de noordzijde is al gevraagd. En dan had ik er nog één. Ja,
Dat is eigenlijk mijn enige vraag. De rest is al gevraagd en wacht ik even de antwoord op af. Dank u wel. De heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Een van de belangrijkste vragen is al gesteld door meneer de advies Robles. Van waar die expliciet inderdaad nog een keer vermelden van het beroep aan huis inderdaad en expliciet kleinschalige bedrijvigheid. Daarnaast is het voor ons inderdaad de vraag over de zonnepanelen. 120 zonnepanelen maximaal inderdaad, terwijl een gemiddeld gezin heeft een verbruik van 3000 kilowatt en dan kom je op 18 zonnepanelen. En als ik dan met alternatieve energiebronnen dat ga verdubbelen, kom ik nog maar op 40 zonnepanelen. Dus vandaar, en ik snap ook wel de angst van de aanwonenden, dus vanwaar die 120 zonnepanelen. Derde is, er gaat grote voorkeur uit voor een compact ensemble, een erfensemble. Dan zou je inderdaad verwachten van dan wordt er of gebouwd binnen de huidige mogelijkheden of er wordt uitgeweken naar de noordzijde. Zoals ook al eerder opgemerkt was het ook in beginsel ook de voorkeur van de familie Schuurhuis. Wat dat betreft, voorzitter, die andere vragen zijn al gesteld. Ik zou ook in naam van de heer Vivlobles willen pleiten voor terugtrekking en in samenspraak met de aanwonenden en met de aanvragers dit plan nog eens heel goed opnieuw gaan bekijken. Dat wil ik wel. De heer Remmers. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zal ook proberen zoveel mogelijk de dubbelingen eruit te halen. Ik weet niet of het helemaal gaat lukken. We waren in ieder geval blij. We zijn sowieso blij met het initiatief en ook met het feit dat het plan is aangepast, dat vooropgesteld. Alleen, we blijven onze zorgen maken en ik zal ook een aantal vragen misschien herhalen die ik net niet mocht stellen. Misschien dat de wethouder er antwoord op kan geven, want we zijn er nog niet helemaal gerust op. En enerzijds zit dat inderdaad in die schuur van 300 vierkante meter. Nou, beroepen aan huis 45 vierkante meter. Gekoppeld aan het feit dat er gesproken wordt over het inzetten van arbeidsgehandicapten op die locatie. Dan denk ik van, nou ja, wat gaan ze daar dan doen en is dan die 45 vierkante meter genoeg? En dan blijft de vraag, wat gebeurt er dan met die andere 250? Even afgerond. Dus daar zit toch nog wel een pijnpunt. En nogmaals, het paard van Troje willen we hier niet van stal halen. Dan blijft natuurlijk de discussie over het draagvlak. En eigenlijk, het GOP is eigenlijk continu wat dat betreft een hoop gezeur, als ik het even mag samenvatten. Want welk onderwerp ook hebben waar een beroep gedaan wordt op de GOP. De insprekers die denken dat ze niet gehoord zijn, de indieners die denken dat ze draagvlak hebben. En of het nu gaat over Beerzen of Vechthoeven-Zuid. En nu weer dit verhaal, er is elke keer weer die tegenstrijdigheid. En dan komen we blijkbaar toch niet erg goed uit. En wat doet het richting de uitspraak van de kroon? Kunnen we die hard maken of gaan we inderdaad zelf als gemeente de Bietenbrug op als we hiermee akkoord zouden gaan? Even kijken en tot slot, want de rest is ongeveer wel geweest geloof ik, op de erfinrichtingsplan, en daar is vorige keer ook al over gesproken, staat in mijn optiek heel duidelijk getekend dat de ontsluiting rechtstreeks op de Balkenweg plaatsvindt. En volgens mij is toch vorige keer duidelijk uitgesloten dat dat niet het geval was. Dus vandaar dat ik het toch nog maar voor de zekerheid nog een keer vraag. Tot zover. De heer Wendt van de ChristenUnie. Voorzitter, dank u wel. Ja, wij als ChristenUnie zijn op zich blij met dit plan. We hebben al gezegd van, nou, we zijn blij dat er zo'n rotte kies gaat verdwijnen uit Ommen als dit allemaal door mag gaan. Ja, wat ons ook zo langzamerhand wel een beetje bekruipt bij het GOP is inderdaad van hoe ga je op een gegeven moment, hoe definieer je bepaalde zaken? Bijvoorbeeld van ja, wat zijn omwonenden? En als je hier ziet de bezwaarmakers, daar zit nog, die zijn niet direct aanwonend aan dit perceel. En er zit nog een heel groot stuk zit ertussen, wat van een projectontwikkelaar is. Dus ja, dat is wel even van ja, hoe moeten we daar in de toekomst mee omgaan? Ja, verder hebben we er eigenlijk niet zo heel veel opmerkingen en vragen over. Dus tot zover. De wethouder, de heer Ter Keurst. Voorzitter, dank u wel. Om met de laatste te beginnen, het GOP Gof. Je kunt het aan meerdere kanten uitleggen. Het is inderdaad het dilemma, en dat heeft de heer Bekke denk ik heel goed verwoord. Wanneer is iemand belanghebbende zoals bedoeld in het GOP Gof en wanneer niet? Heel vroeger, toen ik pas begon als wethouder, was dat heel duidelijk. Er was de afstand 65 meter. Het was keihard. Buiten de 65 meter was je absoluut geen belanghebbende. Inmiddels is door jurisprudentie die regel wat opgetrokken en die is nu zo rond de 100 meter.
Ondanks dat gegeven, en ik denk dat de familie Schuurhuis zich daar niet van bewust is geweest, heeft men die regel ruim toegepast. Men heeft de plannen aan de hele raad en aan ieder die ook maar op enig moment zicht zou kunnen hebben op die locatie uitgenodigd om de plannen toe te lichten. Achteraf hadden ze zich beter kunnen beperken tot de strikte uitleg van de regel van wie is belanghebbende. Dan waren het de naaste buren geweest. Het zij zo, ze hebben die procedure zo gelopen, dat siert hun. Er is ook heel veel gedoe over gekomen en het siert hun ook dat op het moment dat het college het voorstel heeft teruggetrokken, toen bleek dat de financiële pijler niet noodzakelijk was en dat was een kleinschalig autobedrijf om dat hier naartoe te brengen, hebben ze zelfstandig gezegd, dan halen we dat onderdeel eruit. Ik heb me verbaasd over een inspreker en ook over de heer De Vries Robles die zegt, er is in feite niks veranderd en toch ligt er een nieuw plan en zijn de mensen niet gehoord. Ik deel dat niet, maar dat is mijn persoonlijke mening. Er ligt een plan waar één accent is uitgehaald en vervolgens is het in de uitvoering en in de uitstraling exact hetzelfde plan, conform het ruimtelijk kwaliteitsplan, waar de heer Remmers naar verwees. En dan moet ik nog even zeggen, ik moet voor u uit laten zoeken, en dan krijgt u inmiddels een MB'tje, hoe de aansluiting precies geregeld is. Want als ik kijk naar het erfinrichtingsplan, dan zou die inderdaad ontsluiten op de Balkenweg. Die houdt u van mij te goed. Gaan wij de Bietenbrug op en hoe moet ik dan het kroonbesluit lezen? Het kroonbesluit van destijds, van 75, ging over een agrarisch bedrijf. Een werkend agrarisch bedrijf toen. Klein agrarisch bedrijf waar een boerderij in een bepaalde setting als karakteristiek werd neergezet. De kroon was van mening dat het landschapsbeeld te plaatsen zich onderscheidt door de harmonie van agrarische bebouwing, begroeiing en bedrijvigheid. En gelet op dat vooraanstaande was naar het oordeel van de kroon het ontwerpbestemmingsplan dat erin voorzag om de boerderij met houtwallen te bestemmen tot groenvoorziening en de thuisweide tot woondoeleinden was onvoldoende waarborg om de landschappelijke waarden voldoende te kunnen waarborgen. Dat was het kroonbesluit. Er staat nu een bouwval, wordt al jaren niet meer bewoond. Van een agrarische onderneming is al jaren geen sprake meer. Denkt u dan werkelijk dat hier nog een agrarisch bedrijf conform het vigerend bestemmingsplan mogelijk is? De opstallen voldoen daar niet aan. De gronden voldoen daar niet aan. En de familie Schuurhuis is niet bij macht om voldoende gronden daarvoor te verwerven. En dat willen ze ook helemaal niet. Als we aan de invalsweg iets met dit terrein willen, dan is de next best oplossing is een woonbestemming. Waarom een woonbestemming zoals die volgens het ruimtelijk kwaliteitsplan wordt voorgesteld? Binnen een essen- en hoevenlandschap, hebt u kunnen lezen, past een compacte samenstelling op een erf. De schuur aan de andere kant geeft verstrooiing. Want dan krijg je een wagenloods aan de zuidkant, een huis ergens in het midden en nog ergens op het noorden een schuur. Dat past niet in het concept van een compact erf. En als u de tekening goed hebt bestudeerd, kunt u ook zien dat in dat concept hoort de zichtlijnen niet alleen vanaf de locatie, maar ook naar de locatie. Van alle kanten worden die zichtlijnen gegarandeerd. Vanaf de kant van het Ommerkanaal kijkt u in een soort kijkdoos. Er staan knotwilgen en er wordt nieuw aangeplant. Elzenlint van kaphout, dat te zijner tijd gedund gaat worden, waardoor je steeds een beeld krijgt van een houtwal en hoe dichter je bij komt een inkijk krijgt. Van de Balkerweg geldt dat het een open landschap is waar alles met elkaar in overeenstemming is. Als u kijkt naar het ruimtelijk kwaliteitsplan, dan zult u daarin zien dat de houtopstanden die er niet van nature thuis horen, dat zijn exoten, geruimd gaan worden en dat daar behoorlijk geïnvesteerd gaat worden aan inheemse eiken. De vrijbomen die er staan, blijven staan waar ze staan. En dat totaal komt het dichtst bij wat de kroon destijds heeft bedoeld als het totale palet in harmonie. Daarom is daarvoor gekozen. Met karakteristiek, hier wordt bedoeld het van oorsprong karakteristieken zonder de aangebouwde delen. Dat is de uitleg die wij eraan geven. Daar mag een ieder van mening over verschillen. Dat is wat hier bedoeld wordt. De vierkante meters die overblijven, dat zijn de aanbouw en de deel, worden ergens teruggebouwd.
De initiatiefnemer had daar ooit de bedoeling mee om daar dat autobedrijf neer te zetten. Dat gaat niet meer door. Initiatiefnemer wil wel die vierkante meters graag herbouwen. En al is het maar voor lucht, dat is voor zijn rekening een risico. Hij mag binnen het bestemmingsplan, dat is een afwijkingsbevoegdheid die in overige bestemmingsplannen, in bijna alle bestemmingsplannen geldt, mag hij daar een aan huis gebonden beroep in categorie 1. En of dat nou een nagelstudio is, ik wou zeggen massagesalon, maar dan kunt u ook weer verkeerd uitleggen, of een haarstudio is, categorie 1, dat mag. Een autobedrijf is geen categorie 1, een autobedrijf is hier uitgesloten. Dan ten aanzien van waarom niet alle bewoners rondgegaan, dat is een keuze geweest van de familie zelf. Ze hebben dat eerst heel erg ruim uitgelegd om draagvlak te creëren. Ze hebben dat teruggebracht naar direct aan wonenden. Het ligt niet op de weg van het gemeentebestuur, en dan leest u de regel van Goff maar op na. Het is aan de initiatiefnemer om dat te organiseren. Ze hebben gemeend, we komen er in de brede niet uit. We zijn afhankelijk van onze naaste buren. Kunnen wij iets doen voor de naaste buren om het voor hun acceptabel te maken? Dat is ze gelukt. Dan geldt voor mij als vertegenwoordiger van het college, maar ook voor u als raad, om naast de regels van het GOP ten alle tijde zorg te dragen voor een plan dat voorziet in goede ruimtelijke ordening. Iedereen mag daar iets van vinden. Uiteindelijk beslist de raad of hier sprake is van goede ruimtelijke ordening. Naar de oordeel van het college is dit plan in deze opzet met deze onderbouwing, voldoet hij aan alle uitgangspunten van een goede ruimtelijke onderbouwing. Iedereen mag de procedure ingaan en ook naar de rechter. Het oordeel is aan de rechter. Ik meet mij geen positie aan dat ik op de stoel van de rechter ga zitten om te zeggen van gaan we de Bietenbrug op, de ja of de nee. Dat is uiteindelijk aan de rechter. Maar wij denken dat we gezien de geschiedenis, gezien de activiteiten op dit moment en gezien de goede ruimtelijke ordening die in het plan liggen, dat wij een goed verhaal hebben richting eventueel de Raad van State. Daar heb ik het volste vertrouwen in. Neemt u dan het plan terug? Nee, ik neem het plan niet terug. En daar zal ik heel eerlijk in zijn. Ik heb de brief gelezen van de mensen die aan de rand wonen van de wijk Dante. Ik kan begrip opbrengen voor hun zorgen. We hebben geprobeerd in het stuk die zorgen, daar waar het gaat om het terrein van Credo, weg te nemen. 100% garantie kan ik niet geven, want ik kan geen 20, 30 jaar vooruitkijken. Maar met de huidige woningbouwcontingenten van de gemeente, plus de ladderstedelijke verduurzaming, heb ik er een hard hoofd in dat daar de komende 10, 15 jaar überhaupt een woning in dat weiland gebouwd gaat worden. Dus ik denk dat wij een goede casuïstiek hebben bij de Raad van State. Ik neem het niet terug, omdat ik graag zie dat een plan zo goed onderbouwd, met een valse start, een aanwinst zijnde voor onze gemeente, een kans van slagen krijgt. En als ik dan de teneur lees in de brief, en dat zijn mijn woorden, die neem ik voor mijn rekening, dan komt bij mij een beeld op van dat de familie Schuurhuis natuurlijk daar een huis mag bouwen, maar dan wel volgens de regels, zoals omwonenden, die niet als direct belanghebbende zijn aan te merken, zoals die dat graag willen, want ze willen die schuur niet. En als die schuur moet komen, moet die op een andere plek komen. Ze willen die paardenbak niet, terwijl in een bestemmingsplan, in een overgangsgebied, dat heb je ook kunnen lezen, een paardenbak gewoon mag. Bestemmingsplannen van Ommen staan daar gewoon lichtmasten toe. De vraag is of de familie überhaupt daar lichtmasten toepast. Als u kijkt naar het ruimtekwaliteitsplan, zal de paardenbak in sombere, donkere kleuren worden uitgevoerd. En daarin past naar mijn beleving geen lichtmasten toepassing. En als ik zie dat ze ook duurzaam bezig willen zijn, die 120 zonnepanelen, als ze daar een verdienmodel bij denken te hebben, van mij mogen ze, willen een duurzame gemeente zijn. Dus wat mij betreft mag dat. Ik heb zelf 15 zonnepanelen. Ik hoef er niet aan te verdienen en ik speel er kiet mee. Wanneer de familie Schuurhuis het hele huis aardgasloos wil aansluiten en alles elektrisch wil doen, dan heb je meer panelen nodig. Als ze denken dat ze op basis van zonnepanelen een verdienmodel kunnen creëren, vind ik dat prima. Of ze überhaupt alle 120 te komen, is de vraag. Is ook niet aan mij om daarover te oordelen. Ze willen duurzaam bezig zijn met die oppervlakte. Ik vind dat hier een gedegen plan ligt.
waarvan iedereen mag vinden wat men daarvan wil vinden. Er zijn regels opgesteld, dan wel er worden regels toegepast zoals ze elders in onze gemeente ook toepassen, dan wel wensen toe te passen. Dan wil ik ten aanzien van de lichtvervuiling nog één ding opmerken. We zijn bezig met LIOR, licht in de openbare ruimte, dat we ook regels na de regels willen gaan stellen ten aanzien van lichtbronnen bij parkeerplaatsen, bij sportterreinen, maar ook bij paardenbakken en in het buitengebied. Als de familie Schuren al van mening zou zijn dat er lichtvoorzieningen zouden moeten komen bij die paardenbak, dan beveel ik ze aan om de nieuwe richtlijnen daarin te volgen. Want er zijn handvaten die de gemeente heeft aangereikt gekregen in de wet Milieubeheer en ook de activiteitenregeling. Op het moment dat er klachten zijn, kan de gemeente daarin handhavend op gaan treden. Ik zal ongetwijfeld nog iets vergeten hebben, voorzitter, om te beantwoorden, maar dat wil ik dan graag in tweede termijn. Wie wenst in tweede termijn het woord? Ik moet even duidelijkheid geven voor wie nou voor tegen de tenzaak is. De heer De Vries, Robles. Ik weet niet of u het een tweede termijn wilt noemen, maar mijn vraag is niet beantwoord. De vraag is, als je een woonbestemming hebt, heb je volgens mij recht tot een bedrijf aan huis volgens de regels die daar gelden. De vraag was, waarom wordt dan specifiek nog eens een keer een bepaling toegevoegd in dit plan omtrent kleinschalige bedrijvigheid? Mevrouw Schunselaar. Ja, dank u voorzitter. Ik heb het betoog van de wethouder aandachtig geluisterd. En de vragen die her en der gesteld zijn geworden, die heb ik goede antwoorden op gekregen. Ik wil een paar dingen naar voren brengen ten aanzien van of 120 panelen, maximaal zonnepanelen, of minder. Ik weet uit ervaring, als die keurig ingeplant worden met beuken, heb je zomers en 's winters, het is of groen of het is bruin, dus dat is gewoon prima. De beantwoording over de omwonenden in het GOP staat trouwens belanghebbenden, dat is nog iets anders dan omwonenden, die is voor mij ook helemaal helder. Tot slot wil ik toch de opmerking maken dat niemand zich ooit kan beroepen op een voortdurend vrij uitzicht. En dat weet ik van mijn naaste omgeving. Dus dat kun je dus nooit garanderen. En alles afwegende en afpellend, dan zeg ik gewoon, dit is de VVD-fractie van mening, dat de gemeente goed aan doet om dit gebied daar zo te laten ontwikkelen. Het is een rommelzooi. Dat is geen aanzien voor Ommen. Als mensen willen investeren om dat heel mooi te maken, en ik ben ervan overtuigd dat het gewoon heel mooi wordt, dan kan het alleen maar een plus 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 worden. En ik wens de familie heel veel succes hiermee. Dank u wel. Dus dat betekent eigenlijk gewoon de procedure opstarten. Er ligt nog een vraag van de heer De Vries. Ja, maar ik was eerst van plan om de vragen te inventariseren en daar mag u ze beantwoorden. De heer Remmers. Ik voeg er nog eentje aan toe voor de wethouder. Er is voor mij nog eentje opengebleven. Bedankt voor alle antwoorden. Maar ik zoek nog even naar het verband tussen die 45 meter die toegestaan is en het inschakelen van arbeidsgehandicapten. En dan denk ik van, valt dat dan ook onder beroep aan huis? Of hoe verhoudt zich dat tot elkaar en is dat toegestaan? Het woord is aan wethouder Ter Keurst. Voorzitter, dank u wel. Ik was richting de heer De Vries Robles niet helder genoeg. Die 45 vierkante meter, dan wel, dat is maximaal, dan wel 30% van totaal oppervlak van woningen en bijgebouwen, dat moet via een binnenplaatse afwijking geregeld worden. Het is niet een vanzelfsprekendheid, maar we passen het bijna overal in om het toe. Vandaar dat het hier benoemd is, via een binnenplaatse afwijking, het te benoemen kleinschalige bedrijvigheid toestaan tot maximaal 45 vierkante meter. En dan gaat het om bedrijvigheid uit de categorie 1. En wat men daar dan wil, ik heb van de familie Schuurhuizen niet een signaal gekregen dat ze op 45 vierkante meter arbeidsgehandicapten zouden willen gaan inzetten voor wat voor activiteit vallen binnen categorie 1 dan ook. Dat is ook aan hun. En misschien kunnen ze dat middels een briefje naar u nog eens aangeven wat ze daar dan precies zouden willen doen. Maar misschien doen ze ook wel helemaal niks mee en willen ze gewoon binnen het bestemmingsplan gaan voor optimalisatie. Dat zou ook kunnen. De tweede ronde was geweest, meneer De Vries Robles. Maar vooruit. Ik heb het ogen dat er überhaupt geen antwoord gegeven wordt op mijn vraag.
Ik wijs erop specifieke gebruikregels 4.4.2, beroep aan huis gebonden. Daar wordt de passage beschreven die u net benoemt, namelijk 45 vierkante meter. Maar daarna volgt een artikel 4.5, afwijking van de gebruiksregels. Daar doel ik op. Waarom is dat artikel überhaupt opgenomen? Voorzitter, ik kan die zo niet beantwoorden. Dan laat ik voor de heer De Vries Robles het uitzoeken. Oké. Wens de VOV zich nog uit te spreken over de procedure? Nou, voorzitter, toch achteraf wel blij dat u mij uitnodigt. Want ik wil wel wat over de procedure zeggen. Want als ik terugkijkend, wij hadden ontzettend veel bezwaren tegen het vestigen van een autobedrijf. Op die plek. Het is voor mij helder. Ik ben blij dat hij eruit gehaald is. En voorzitter, we hebben wel in een dilemma gezeten, maar als ik kijk naar het democratische bestel, verbaast het mij. We hebben in deze raadsvergadering heel veel gesproken over de draagvlak vanuit het GOP-GOP. En wat is draagvlak? Een onsje draagvlak. En nu, want als ik dan even terugkijk naar 14 dagen geleden bij een ander agendapunt, was hetzelfde draagvlak aan de orde en dan wordt het van tafel geveegd. En nu wel draagvlak. Voorzitter, als ik kijk naar de bebouwing, hebben we hier in deze gemeenteraadsvergaderingen, maar ook terugkijkend naar 2019, heel veel discussies gehad over gelijke behandeling. En als ik dat, als wij als fractie dat tot ons nemen, dan vinden wij gelijke behandeling hier van toepassing. En daarnaast een zeer positieve ontwikkeling voor het aanzicht voor de binnenkomst van Ommen. Dus met die wetenschap, gelijke behandeling, de autobedrijf eraf, en ik vertrouw er echt op dat de familie Schuurhuis daar geen autogebruik of activiteiten wat dat betreft gaat vestigen. En dan kan het voor ons, wat ons betreft, voor onze procedure ter inzage gelegd worden. De heer Remmers. Ja, daar aansluitend. Ik heb met name door de vraagstellingen dat zo scherp mogelijk gedaan. Zelfs tot even irritatie geloof ik van de voorzitter. Maar heb ik geprobeerd zoveel mogelijk uit te sluiten en zoveel mogelijk helderheid ook naar omwonenden te krijgen. Zodat we inderdaad niet voor verrassingen komen te staan. En dan denk ik dat we het inderdaad in procedure moeten geven. Dan is er nog de gelegenheid voor de heer Becker of mevrouw Ter Beek om nog een kort woord te richten tot de commissie. En ik, de heer Becker niet. Mevrouw Ter Beek wel. Ik zou even wat willen zeggen. Ten eerste wil ik toch echt bestrijden dat de belanghebbenden hier alsnog zijn benaderd. Belanghebbenden 65, dan wel 100 meter. Ze zijn niet of niet allemaal gesproken. Nou, helemaal niet door de gemeente, dat is gewoon niet waar. Zeker niet sinds 31 maart dat wij hier met z'n allen zaten. Draagvlak is daarmee bij ons niet aangetoond. Wij vinden het gewoon heel erg jammer dat u toch besluit om het hierdoor tot een confrontatie te laten komen. In plaats van dat we gewoon gezamenlijk die oplossing creëren, want dat hadden wij echt gewild. En die landschappelijke waarde, ja, dat blijft voor ons de huidige bouwvorm. Dus wij snappen nog steeds niet hoe het nou kan dat een huidige bouwvorm dan ineens naar meerdere bouwvormen gaat worden gemaakt. En ik wijs u ook nogmaals op die precedentwerking. Want er wordt nu wat ter visie gelegd om in het weiland te gaan bouwen. Nou, nogmaals, weiland en de projectontwikkelaar heeft ook nog steeds een stuk weiland waar dan logischerwijs zomaar ook een aanvraag voor kan komen. En als u het dan heeft over gelijke behandeling, ja, dan weet ik wel hoe het zit. En paardenbak, zonnepanelen, ja, het blijft bouwen in een weiland. En nogmaals, we willen echt in gesprek en we willen heel graag gewoon eruit komen met elkaar. Dan wordt mevrouw Ter Beek bedankt voor haar inbreng en ik neem aan dat de wethouder genoeg informatie heeft om een besluit te nemen. Dan sluit ik dit onderwerp af en gaan we over naar het agendapunt 4, vaststellen afsprakenlijst raadscommissie 28 april. Er is niets binnengekomen, ook verder geen op- of aanmerkingen. Dan gaan we verder met agendapunt 5, vaststelling bestemmingsplan aanpassing N348 Ommen. Wie wenst daarover het woord te voeren?
Mevrouw Schunselaar. Ja, voorzitter, ik kan kort zijn. Ik ben ontzettend blij, de VVD-fractie is ontzettend blij dat de laatste vergadering dat ineens, ja, ik noem het nog steeds als een duveltje uit een doosje, een fantastisch plan kwam. We moesten het even op ons laten inwerken. Gewoon eens even kijken, goh, hoe zit dat? Nou, ik heb dat nog eens even gedaan. Ik wil graag één iets meegeven aan de wethouder straks in de verder overleg of wat dan ook. Als ik die tekening zie, er zit een hele mooie slinger. Maar wij weten allemaal dat wanneer je dus die lus moet maken als iemand met een grote wagen of met een grote trekker, dat je dus best wat extra ruimte nodig hebt. En ik zou de wethouder dat willen meegeven om daar nog extra aandacht aan te schenken. En verder alle lof dat dit plan het wat ons betreft door kan gaan. Dank u wel. De heer Dunnewind. Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk meer een opmerking naar de wethouder en zijn ambtenaren. Een groot compliment dat hij dat toch uiteindelijk voor elkaar heeft gekregen, 7 meter breed. Of met 2 rijstroken en suggestiestroken daarnaast. Dus alle lof wat het CDA betreft. De heer Moerman. Ja, ik heb ook geen vragen. Ik kan me daarbij aansluiten inderdaad bij de vorige spreker. Het is een gulden middenweg en verbetering van de fietsveiligheid. Dus nou, ik zou zeggen, absoluut gaan. De heer Remmers. Dank u wel, voorzitter. We gaan kijken of we de wethouder blij naar huis kunnen sturen. Ook als LPO zijn we heel blij met deze aanpassingen naar 2-baans. Vanaf dag 1 zijn we groot voorstander geweest. Ik denk dat we zowel als raad hier gezamenlijk goed geacteerd hebben. Net als de wethouder in het overleg bij de provincie en de ambtenaren die daar. En als de provincie dan ook de mogelijkheden ziet om het inderdaad te realiseren, dan kijken wij daar naar uit. De heer Wendt. Nou, voorzitter, wij vinden het helemaal niks. Nee, ook wij kunnen ons aansluiten bij de vorige sprekers. Dus dat is onze bijdrage. De heer De Vries Robles. Voorzitter, het zal duidelijk zijn. Hier is de wens van de belanghebbenden gerealiseerd. En dat verdient een groot compliment. Dan concludeer ik na deze woorden dat het... Oh, ik dacht dat er geen vragen gesteld waren, dus maar goed, je mag een reactie geven. Voorzitter, dank u wel. Richting mevrouw Schunselaar, aandacht voor het kapotrijden van de binnenbochten, zou ik maar zeggen, en zeker de buitenbocht. En dat in hetzelfde perspectief plaats ik de eerder gemaakte opmerkingen van de heer Dunnewind ten aanzien van hoe ga je dat regelen met graskeien, et cetera. Dat zal ik Celico, want Celico zal ons daarbij de onderhandelingen vertegenwoordigen meegeven. Ik zal ook vragen om een periodieke terugkoppeling. Dan... had ik nog de opdracht van u meegekregen om specifiek aandacht te hebben voor de problematiek van de heer Klein-Luchtenbelt, meneer Dunnewind. Inmiddels hebben wij als gemeente Ommen, en Zelico heeft ons daarin vertegenwoordigd, en mevrouw Stenver-Kroes van de provincie gesproken met de heer Klein-Luchtenbelt. Als primus inter pares was er bij de heer Vroon namens plaats Belang Damsholte. De provincie heeft toegezegd dat zij... de wensen en de verwachtingen van de heer Klein-Luchtenbelt zal meenemen in de planvorming en zo nodig contact zal opnemen wanneer er zich problemen dreigen voor te doen met de heer Klein-Luchtenbelt. Dus dat is de winst. Dan zullen sommigen nu zich mogelijk afvragen van waarom ik zo'n smile op mijn gezicht had. U hebt één persoon heel gelukkig gemaakt. Ik wil niet zeggen dat u mij verdrietig hebt gemaakt. Die zei van, jij gaat vanavond daar complimenten voor krijgen. Ik zei, nou, ik denk het niet. En als het wel zo is, dan trakteer ik jou op een rondje op het terras. En dat was Bram Hoving. Dan kan dit stuk als hamerstuk... Dan kan dit stuk als hamerstuk naar de raad. Er is geen rondvraag, want die is niet schriftelijk ingediend. Dan sluit ik bij deze de vergadering. Allemaal wel thuis.